door te nadenken. Hoe belangrijk is dit voor je? Heel belangrijk. En niet alleen voor mij als persoon of als directeur van dit oorlogsmuseum, maar in het algemeen. Ik denk dat 4 en 5 mei twee dagen zijn die wij tot een lengte van dagen moeten blijven herdenken. Op 4 mei herdenken we alle miljoenen mensen die voor onze vrijheid gevallen zijn. En op 5 mei dan vieren we het feit dat wij onafhankelijk, vrij en kunnen zeggen wat we willen. En ik denk dat dat in grootste goed is dat we hebben. En daar begint ook het herdenken mee, dat we dat ten alle tijden moeten blijven koesteren. We krijgen veel middelbare scholen en dat is wel een boodschap die wij mee willen geven. Van herdenken is belangrijk, maar het feit dat je vrij bent en het, vooral dus ook het leven in vrijheid, dat is geen vanzelfsprekendheid. Ja, we hebben veel documenten hier liggen, maar het document waar het nu op gaat en waar ik denk dat u op doelt, is het capitulatiedocument van Rotterdam. En dat is inderdaad voor Nederland misschien wel het interessantste document van de hele 20e eeuw. Omdat daar de stad Rotterdam zich uiteindelijk heeft overgegeven. En dat was een rechtstreeks gevolg om de nationale capitulatie te tekenen. Ook dat document, en dat maakt het document wat hier in het museum nou ligt, maakt het nog interessanter. Vanwege het feit dat er van de echte capitulatie geen schriftelijke documenten meer zijn. U vindt ook dat de dodenherdenking voort moet blijven bestaan bij de jeugd? Ja, vooral bij de jeugd. Wij moeten nationaal en zeker op politiek gebied, op museaal gebied, op alle andere gebieden, moeten wij er altijd voor blijven zorgen dat die dagen, 4 en 5 mei, nooit in functie zullen veranderen en dat dat altijd zo zal blijven. De vlag hangt half stok en wij herdenken om 8 uur alle mensen die voor onze vrijheid zijn gevallen. Dat mag wat mij betreft nooit veranderen. We zijn net hier bij het museum geweest. Wat hebben jullie allemaal gezien? Heel veel dingen over de Tweede Wereldoorlog. Toch eventjes dat je er weer bij stilstaat wat er allemaal gebeurd is. En mijn ouders die zijn van de oorlogstijd, dus het is natuurlijk hartstikke dichtbij. Ja, nou mijn vader die is van 1938, dus die weet er nog wel iets van af. Dus. Het maakt wel indruk op, ja, want het is ook dat het 5 jaar heeft geduurd en dat vergeet je niet zo snel. Ik vond het ook wel inspirerend en ook de poppen die ze echt ook heel erg goed na hadden gemaakt. En er lagen ook allemaal echte spullen die ook nog uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Wie kijk hier op de dodenherdenking? Ik kijk dan met een heel goed en rustig gevoel op terug. Ook triest, ik hoop gewoon dat jullie er ook wat van geleerd hebben in de toekomst. Met al de zooi en toestanden wat er allemaal los is. Maar ik moet zeggen, het is niet specifiek vandaag. Dat is eigenlijk wel iedere dag. Naar mensen die dierbaar zijn geweest. En dan denk ik, hopelijk hebben ze anno 2016 gehad geleerd ervan. Dat het niet ooit nog eens terugkomt. Want weer ken je was een van deze tijd. En die vrijheid wat we hebben, dat is onvoorstelbaar. Ik vind het belangrijk dat er nog aandacht aan besteed wordt. En ik vind het jammer dat zo weinig mensen de vlag half stok hangen. Dat ze echt het idee ook geven van we herdenken nog. Vooral voor het nageslacht. En u hebt zelf ook kleinkinderen? Kinderen en kleinkinderen, ja. En vertelt u ook daar veel over de oorlog? Ja, toevallig heb ik ze nu in de vakantie wat meer, in de meivakantie. En heb ik het verhaal van mijn opa verteld, mijn opa nog. En ook laten zien, foto's laten zien van bewijzen van vroeger die je moest hebben als je naar Duitsland ging en zo. Nou, ik denk dat je moet er altijd aan blijven denken tot die het voor ons hebben gelaten, tot wij in vrijheid leven eigenlijk. Hè. Zo denk ik er eigenlijk over. Maar ja, ik zie veel op de televisie ook nog van dat IS-gedoe en zo allemaal. Ja, daar ben ik eigenlijk ook mensen die daar overlijden van. Hè. Daar verhang ik dat eigenlijk ook op. Niet alleen voor de oorlog eigenlijk, ook voor al die anderen die gesneuveld zijn eigenlijk. Hè. Nee, en u kunt het verhaal wel overbrengen aan uw kinderen, uw kleinkinderen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb veel broers die wel kinderen hebben. En ja, mijn broer heeft hem ook daar achterop hangen en die vertelt dat natuurlijk aan zijn kinderen weer. Heel hartelijk welkom aan het monument hier aan de Oude Sluis, de Borren. De laatste brief. De wereld scheen vol lichtere geluiden. En een soldaat sliep op zijn overjas. Hij droomde dat het vrede was, omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel, die geen vogel was, niet ver van hem tussen de warme kruiden. En hij werd niet meer wakker, want het gras werd rood. En in ieder weet wat dat beduidde. Het regende en woei.
toen herbegon achter de grijze lijn der horizon het bulderen, goedmoedig der kanonnen. Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef, bevrijdde zich het laatste wat hij schreef. Liefste, de oorlog is nog niet begonnen. Ik wil nu het woord geven aan Giel Kremer van het herdenkingscomité. Herdenken doet werkelijk pijn. Maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat het mensen zijn zoals u en ik die deze ellende hebben aangericht. Beste mensen, waarom zijn wij dan nu op deze plek, hier bij de sluis in Born bij elkaar? Ja, om de twee gevallenen, Harry Kusters en Piet Walraven, te gedenken. Ook soldaat Piet Walraven profiteert die 9e mei van het mooie weer en neemt verlof om langs het Julianakanaal naar het huis in Maastricht te fietsen, naar zijn vrouw en kleine Pietje, hun zoontje. Zijn vrouw vraagt hem om die avond toch maar liever thuis te blijven vanwege het dreigende gevaar. Maar toch keert Piet na de middag terug naar zijn kameraden hier bij de sluis in Born. Hij wil hen niet in de steek laten. Bij zijn aankomst in Born schrijft hij nog snel een kaartje naar zijn vrouw. Met erop de tekst: lieve vrouw, na terugkomst in Born heb ik nog snel deze kaart geschreven. Het wordt nu wel erg spannend hier en alle verloven zijn ingetrokken. Kussen voor jou en kleine Pietje. En heel hoopvol eindigt hij met een rijm. Nog maar enkele dagen en nachten en je kunt mij weer verwachten. Dat was het laatste wat van hem is vernomen. Dan wil ik nu het woord geven aan pastoor Houman voor een korte overweging. Het motto is: vrijheid geef je door. Het 4 en 5 mei vieren we dat na jaren van bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog onze vrijheid is herwonnen. Velen, zoals ook hier, hebben hun leven gegeven zodat dat kostbare goed van de vrijheid werd hersteld. Ja, ik vind het ieder jaar weer een belangrijke gebeurtenis. Het is niet gigantisch groot hier, maar het geeft toch wel aan dat zo'n kleine gemeenschap als Obicht dat die niet willen vergeten wat er gebeurd is. En de mensen die hier zijn gesneuveld en ook de mensen die zijn afgevoerd op een andere manier in het dorp zijn omgekomen in de oorlog, dat die niet vergeten zijn. Ja, de jeugd die zijn meer van de sociale media en dergelijke en minder van dit soort activiteiten. Dat is gewoon een feit en dan kunnen we onze kop wel voor in het zand steken. En we kunnen het jammer vinden, maar het is gewoon een realiteit. Moeten we het beperken tot puur alleen de Tweede Wereldoorlog? Dat is al uitgebreid. Het gaat tot nu ook alle andere doden die bij conflicten en dergelijke zijn gevallen.
ook na de Tweede Wereldoorlog. En mogelijk dat er in de toekomst weer nog een, ja, meer thema's aan verbonden worden. Dat zijn gewoon de sociale ontwikkelingen en ik denk daar moeten we in meegaan. Het is heel mooi en sentimenteel en zeker herhaling vatbaar. Hoe kan je dit laten voortbestaan? Misschien gewoon wat jeugdiger aankleden door middel van meer jeugd ook te laten spreken. Ja, meer jeugd laten spreken en misschien op internet of zoiets zetten, weet je wel, dat mensen weten waar ze naartoe kunnen. En, ja. Hebben jullie ook een bijzondere herinnering aan de dodenherdenking? Ja, onze overgrootopa die heeft hier vroeger op deze brug gestaan en die is net op het nippertje heeft het overleefd door van de brug af te springen. Ja. Dat klinkt wel heftig. Ja, het ligt ook echt dichter bij ons. Daarom. En daarom gaan we ook elk jaar meestal. Dus. Wij herdenken ook nog de burgerslachtoffers. Onder andere zij die bij het Geleense bombardement zijn omgekomen. Joden, Sinti's en Roma's. En allen die in de concentratiekampen zijn vermoord. Leden van de koopvaardij. En andere zeevarenden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Slachtoffers van racisme en fascisme in het verleden en het heden. En alle slachtoffers die niet genoemd zijn. Thank you.